Ik ben Marieke Ketelaar, medeoprichter van Stichting NL Bloeit. En wij promoten het gebruik van inheemse flora. Ik ben als klein meisje opgegroeid op de wilde plantenkwekerij van mijn vader. Daar heb ik heel veel passie voor de wilde planten ontwikkeld en geleerd hoe ontzettend belangrijk die zijn voor de biodiversiteit. Inheemse planten komen hier van nature voor. Die zijn niet door mensen hier naartoe gebracht. En die hebben de beste wisselwerking in het ecosysteem en zijn het meest aangepast aan de klimatologische omstandigheden hier. En hebben de beste interactie met insecten, vogels en andere biodiversiteit. En we zijn hier op onze eigen kleine kwekerij. We zijn zelf begonnen met het kweken van inheemse flora, omdat die niet in tuincentra te koop zijn. We lossen lokale problemen op door de inheemse flora de stad in te brengen en mensen weer te verbinden met die wilde planten die ze niet meer goed kennen, omdat ze vaak bijna uitgestorven zijn, en daarmee ook de biodiversiteit in de stad een boost te geven. Wij zaaien onder andere wilde bloemenweides in. Wij planten inheemse planten aan. Dat doen we met maatschappelijk betrokken, met kinderen, bewoners, lokale instanties zoals ziekenhuizen, om die betrokkenheid van mensen met de natuur en de planten te verbinden. Elk jaar is het weer een hoogtepunt als het in mei, april, juni tot bloei komt. Het enthousiasme, dat raakt me dan echt en het is gewoon heel motiverend om door te gaan met ons werk. Als ik de prijs win van Yves Rocher, dan hoop ik een heel mooi project te kunnen doen met een academisch ziekenhuis hier lokaal. En daar een grote bloemenweide aan te kunnen leggen met patiënten samen. Mijn levensvisie is wat veranderd door het werk wat we doen. Ik werd heel somber van alle slechte berichten over de biodiversiteit en al het uitsterven van alle soorten. In de toekomst hoop ik dat steeds meer mensen enthousiast worden over de schoonheid en het belang van inheemse bloemen. Zodat we zelf nog een hoop mooie projecten mogen doen met leuke organisaties en veel kinderen. En ons boek Planten van Hier hopen we ook een hoop mensen mee te inspireren om zelf aan de slag te gaan met inheemse flora. En bijna iedereen heeft wel een klein plekje, of op een balkon, of in een tuin, of een schoolplein, waar best nog wel wat te vergroenen valt. En kies dan voor die inheemse flora, bomen en struiken.